Sabrina Stultjes. De prijzen van het sportgala voor de gemeente Pelemaas werden vrijdagavond uitgereikt in Dok 6 in Panningen. Wielrenster Sabrina Stultjes werd uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Ze kreeg ook de sporttrofee van Pelemaas uit handen van burgemeester Wilma Delissen. Zowel op de weg als in het veld wist ze bij de beloftes onder de 23 jaar de Europese titels in de wacht te slepen. Sabrina Stultjes werd in december 2014 uitgeroepen als sportster van Limburg. Super blij mee, dus ik heb hem nu eindelijk binnen, ja. Je bent de prijs van de gemeente, sportprijs van de gemeente Pelemaas, de overalprijs, dat moet goed doen. Ja, zeker. Echt een mooie waardering voor afgelopen seizoen, dus hier ben ik heel erg blij mee. Kunnen we zeggen 3 maal scheepsrecht? Inderdaad, 3 maal scheepsrecht, ja. Sportploeg van het jaar werden de handballers van Targos BVHC. De heren 1 van Targos BVHC werden vorig jaar kampioen van Nederland. In september won de ploeg ook de Supercup. Ja, dit zijn van die wedstrijden die kan iedereen zich nog herinneren. Iedereen weet dan ook waar je was, zeg maar, op het moment dat de finale daar was. En ik weet dat ook nog heel goed. Wij hadden familiedag. Ik kon de wedstrijd niet op tv kijken, niet op de radio. En ik had een hele krakkemikkige internetverbinding. En via Twitter heb ik de wedstrijd gevolgd. Nou, dat is echt werkelijk waar niet te doen, zo spannend dat het was. Maar jullie hebben het er fantastisch van afgebracht. En jullie zijn ook vanavond, in mijn ogen, de terechte winnaar van deze prijs. Gefeliciteerd. Het talent van 2014 werd Amazone Sanne Thijssen. Thijssen behaalde in 2014 een eerste plaats op het NK Springen voor Ponies en won 2 internationale Young Horses wedstrijden in Nederland. De bijzondere waarderingsprijs werd door wethouder Roland van Kessel uitgereikt aan het bestuur van voetbalclub MVC 19 uit Maasbree. Zij organiseren ieder jaar het Top D-toernooi waaraan teams uit verschillende Europese landen deelnemen. De Paralympische tafeltennister Femke Kobe kreeg de prijs uit handen van voormalig bokser Arnold van der Leijden. Van der Leijden hield ook een pep-talk waarin hij het belang voor sport voor iedereen benadrukte. Een registratie van het sportgala is vanavond na de Showman's Go On op PNM TV te zien. Daardoor